In 25 jaar tijd is er weinig tot geen evolutie gemaakt in de behandeling van de zenuwziekte ALS. De wetenschap is er enkel in geslaagd om medicatie op de markt te brengen die de dodelijke afloop met enkele maanden uitstelt. Dat stelt neuroloog Philippe van Damme van het UZ Leuven in de studio van ons Duidingsmagazine uitgelicht. Goedenavond, professor. Wat is ALS precies? ALS is wat we noemen een neurodegeneratieve ziekte. Dat wil zeggen een ziekte waarbij bepaalde groepen van zenuwcellen afsterven. Net zoals de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer. In het geval van ALS zijn het de motorische zenuwcellen die afsterven en dit geeft aanleiding tot een verlies van connectie met de spier en tot krachtsverlies. En hoeveel mensen lijden eraan? In België zijn er ongeveer een 200-tal nieuwe patiënten per jaar en de totale populatie aan ALS-patiënten wordt geschat op ongeveer 800 à 1000 patiënten. En de ziekte, hoe loopt het ziekteverloop? De ziekte begint meestal heel plaatselijk, met krachtsverlies bijvoorbeeld in een hand of in een voet. Het kan ook starten met de spieren die instaan voor de spraak of het slikken. En heel kenmerkend voor de ziekte is dat de klachten steeds verergeren op de plaats waar het begonnen is, maar de ziekte breidt ook uit naar andere lichaamsregio's, waardoor mensen meer en meer hulpafhankelijk worden. En de ziekte is altijd dodelijk? Het is zo dat er wel een grote variatie is in de snelheid waarmee de ziekte evolueert, maar klassiek verlopende ALS leidt tot het overlijden na 2 tot 5 jaar na het ziektebegin. En de reden is meestal omdat ook de ademhalingsspieren getroffen kunnen worden, waardoor er falen is van de ademhalingsfunctie. En is het erfelijk? De ziekte is meestal niet erfelijk. In ongeveer 10% van de patiënten is er een duidelijke geschiedenis in de familie en dan zijn we zeker dat het erfelijk is. Maar daarnaast is ongeveer bij 10% van de andere mensen waar niemand in de familie de ziekte heeft, er toch ook een erfelijke factor die gevonden kan worden. De ziekte verloopt bij sommige mensen traag, bij sommige snel. Wij bezochten Lies van den Hurk op haar werk in het gloednieuwe gebouw van het REGA-instituut in Leuven. Lies is 43 en in maart dit jaar werd ALS vastgesteld nadat ze geregeld haar voet omzwikte en er ook maar telkens moeilijk van herstelde. Ze werkt 3 dagen in de week in Leuven en 1 dag thuis. In enkele maanden tijd belandde ze in een rolstoel. Dat is een donderslag bij heldere hemel als ze je zoiets vertellen. En dat is heel onrealistisch. En dan schiet er eigenlijk heel veel door je hoofd. En ook niks. Het is heel onwerkelijk als ze zoiets vertellen. Maar ja, je begint te wenen. Het onmacht ook. Omdat je weet dat het de slechtste diagnose eigenlijk is die je kan krijgen. Omdat er niets aan te doen is. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag komt er thuis ook een kinesiste voor mijn benen, voor mijn voeten te mobiliseren en mijn benen te masseren, dat de spieren eigenlijk los blijven. En dan neem ik wel een medicijn, Rilutek, en dat zou eigenlijk de ziekte dan een beetje afremmen. Maar ja, dat hangt ervan af. Bij de ene persoon slaat dat aan, bij de andere niet. En ja, ik durf het ook niet stoppen, ook al gaat het zo hard achteruit, dat ik soms de indruk krijg dat het bij mij niet helpt. Maar ja, voor hetzelfde geld gaat het nog sneller achteruit als ik het niet zou nemen. Vroeger kwam ik thuis van het werk, ging ik de dochter halen. Kwam ik thuis, maakte ik het eten. Ja, dat is nu allemaal, dat komt allemaal op mijn man. Dus hij heeft eigenlijk er een tweede job 's avonds nog eens bij. En voor de dochter ook, die gelukkig, ze is ondertussen 8 jaar, dus die is ook al in de mogelijkheid van wel heel goed te helpen. We hebben het haar dan ook verteld dat ik heel ziek ben en dat ik niet meer kan genezen. En dan is ze op mijn schoot komen zitten en dan heeft ze aan mij gevraagd zo van mama, kan jij sneller sterven dan andere mensen met jouw ziekte? Ja, niet alleen de patiënt zelf wordt getroffen door de ziekte, ook de omgeving, net zoals bij andere ziektes. Maar hier kijkt de patiënt toch de dood recht in de ogen. Zit er evolutie in de ziekte of in de genezing van de ziekte?
Het is zo dat er de laatste jaren heel veel vooruitgang geboekt is op fundamenteel wetenschappelijk vlak. De erfelijke oorzaken zijn beter gekarakteriseerd. We hebben toch een beetje een beter inzicht in de ziektemechanismen. Maar natuurlijk, op dit moment heeft dat zich nog niet vertaald tot doeltreffende behandelingen voor de patiënt. En zoals u zag in de getuigenis, is er geen behandeling mogelijk die de symptomen doet verminderen, laat staan echt afremmen. Het enige medicament dat we hebben is riluzole, waarvan goed is aangetoond dat het op groepsniveau een effect heeft. Patiënten die het medicament nemen, wanneer we die vergelijken met patiënten die het medicament niet nemen, dan zien we een verschil. Maar het is niet zo dat patiënten merken dat hun ziekte plots trager achteruit gaat. En vanwaar die trage evolutie? Het is een heel complexe ziekte. Het is natuurlijk ook een vrij zeldzame ziekte. De enige manier om vooruitgang te boeken in deze ziekte is door onderzoek. En onderzoek kost heel veel geld. Het is zo dat ALS natuurlijk in competitie treedt met alle andere ziekten in de gezondheidszorg. En dat de fractie van onderzoeksmiddelen die voor ALS beschikbaar zijn, eerder beperkt zijn. Ja, geld is dus noodzakelijk. In de voorbereiding van Lowlands, het festival in Scherpenheuvel-Zichem, dit weekend, troffen we televisiekok Jeroen Meus. Hij zet zijn schouders onder het festival. Ik was mijn kookboek aan het signeren in Gasthuisberg, toen ik opeens een briefje toegestopt kreeg van een verpleegster. Kun je niet even langskomen op kamer zoveel? Er ligt een grote fan van jou, helaas, aan zijn laatste dagen bezig op palliatieve zorg. En ik ben daar naartoe geweest en er was een ALS-patiënt, helaas overleden nu. En dat hakt er bij mij. Ik ben een heel emotioneel man. Hakt er nogal stevig op in. Plus ik ben ook Peter van een andere spierziekte met een beetje dezelfde symptomen. Duchenne, de ziekte van Duchenne, daar zet ik mij ook nogal voor in. Dus zijn twee weesziektes, ALS is dat ook. Ja, zo'n bekende gezichten kunnen misschien wel het verschil maken, maar zou er met meer geld allang een oplossing zijn gevonden voor ALS? Dat is moeilijk te voorspellen, maar het is zeker zo dat er meer middelen nodig zijn om tot een oplossing te komen. En de laatste jaren merken we wel dat er meer en meer goede doelenacties zijn die ons helpen om het onderzoek vooruit te helpen. Ze maken wel degelijk het verschil. Ze zijn enorm belangrijk voor ons. Het aandeel in het totale budget neemt toe van jaar tot jaar. En er zijn drie grote initiatieven. Er is de ALS-Liga, de patiëntenvereniging, die zich sinds jaar en dag inzet voor patiënten. Ook belangrijk is in de zorg voor patiënten, hulpmiddelen uitleent, maar ook onderzoeksmiddelen werft. En daarnaast zijn er twee initiatieven die vertrokken zijn vanuit een patiënt en zijn entourage. Er is een Hart voor ALS en dan ook het Laversfonds, die nu voor de zesde keer op rij het Lowlands Festival organiseren. Ja, maar wie door een zeldzame ziekte wordt getroffen, voert vaak een eenzame strijd. Er zijn nog vele noden bij ALS-patiënten. Zo wacht Lies het antwoord af van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of dat de trappenlift van 7000 euro zal terugbetalen. Afwachten is vervelend, want laat nu net tijd van doorslaggevend belang zijn voor mensen met ALS. Voor een gehandicaptenkaart, dat duurt ook heel, heel lang. Dat is in maart bij mij aangevraagd en ik heb die ontvangen ergens in juli. Dus, en ja, je vraagt dat aan omdat je die op die moment al nodig hebt, maar dan gaat daar nog zo'n lange periode overheen. En dat is eigenlijk ook het frustrerende. En ze weten bij ALS dat je eigenlijk geen tijd te verliezen hebt. Ja, vandaag kan het dus nog goed gaan als ALS-patiënt, maar volgende week kan het totaal anders zijn. Hoe kan zo'n procedure voor een parkeerkaart bijvoorbeeld eenvoudiger gaan en sneller? Dit is voor ons ook een dagelijkse bron van frustratie. Er zijn natuurlijk regels die men moet toepassen en bepaalde functionele hinder moet er zijn alvorens een parkeerkaart kan toegekend worden. Dat is niet goed van toepassing op een ziekte als ALS, waar de ziekteprogressie van maand op maand kan evolueren. En wanneer we proberen natuurlijk een parkeerkaart zo vroeg mogelijk aan te vragen, maar als de regels dan strikt gevolgd worden, kan het zijn dat de patiënt op dat moment nog niet slecht genoeg is om die parkeerkaart toegekend te krijgen, wat natuurlijk in de context van deze ziekte zinloos is. Ja. Is er eigenlijk al uitzicht op een geneesmiddel? Zit dat in de pijplijn? De laatste jaren zijn er toch enkele positieve geruchten. Er zijn
Er is een nieuw medicament in de Verenigde Staten dat goedgekeurd is door FDA. Dat is wel een redelijk invasieve behandeling met baksters die dagelijks moeten toegediend worden. En het effect is onderzocht in een heel kleine studie en het effect is heel beperkt. Maar wie weet is er daar toch mogelijk een klein positief effect. Daarnaast zijn er belangrijke studies die onderweg zijn voor de erfelijke vormen van de ziekte, waar we met een soort van gentherapie helemaal het stroomopwaarts de oorzaak van de ziekte kunnen gaan aanpakken. En daar wordt toch veel van verwacht. En op welke termijn ziet u een oplossing of is het moeilijk om daar een termijn op te plakken? Het is heel moeilijk om daar een termijn op te plakken. Als die nieuwe therapieën die zich richten op de erfelijke vormen succesvol zijn, dan kan het snel gaan, maar snel wil nog altijd zeggen een periode van 5 tot 7 jaar. Goed, we moeten afronden. Er is dus nog heel veel water dat naar de zee moet vloeien. Bedankt voor deze babbel in de studio, professor Van Damme. En u, kijker, fijn dat u weer op post was. Graag tot volgende week. Ja.